We staan bij de watersportvereniging in Woudrichem. Waar gaat deze avond over? Vanavond is dat de kern Gieser-IJswijk. Die hebben aangegeven dat ze graag de boot voor Gieser-IJswijk willen bouwen. Daar zijn een aantal vrijwilligers voor gekomen. Die zijn hier vanavond. En vanavond hebben we daar het eerste gesprek over om dat goed op de rit te zetten. Altenaregata, dat is een van de plannen die bij het ontstaan van de nieuwe gemeente geopperd zijn om in elke woonkern, 21 stuks, een eigen roeisloep te bouwen, zoals we dat in Woudrichem gedaan hebben. En dan wedstrijden tegen elkaar roeien, want sport verbroedert. En het gaat om de samenhorigheid. Ja, zeg maar met de laatste uitgave van het dorpse blad, zeg maar. In Gieser-IJswijk, daar was het idee geopperd. En het aantal vrijwilligers is duidelijk. Dus we zijn benieuwd wat het wordt. Op dit moment zijn er twee kernen daadwerkelijk aan het bouwen. Dat is in Wijk en Aalburg. Daar doet het Willem van Oranje College is boot aan het bouwen. Die hebben er direct een heel groot project van gemaakt. Werkendam is begonnen met bouwen. Er zijn mensen van Wijk en Werkendam hier. En wij hebben als watersportvereniging in Woudrichem gezegd, wij willen de Woudrichemse boot wel bouwen. En dan nu Gieser-IJswijk die daadwerkelijk willen starten. En dan zijn er een aantal kernen die hebben interesse getoond om eraan te beginnen. Maar ja, weet je, mensen moeten het zien en dan gaan ze volgen. Zijn er al plannen wanneer de eerste regatta gevoerd gaat worden? Eigenlijk van de zomer willen we toch wel beginnen al. Maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe snel dat de boten klaar zijn. En daar moeten er verschillende teams trainen. Hè? Want je roeit in zo'n boot in allerlei leeftijdsklasses. En alleen dames of alleen heren of gemengd. Dus uiteindelijk is het leuk als er heel veel mensen aan mee gaan doen. Wat is zo'n skiff? Wat is er zo speciaal aan? Nou, dat is een ontwikkeling uit Schotland. Het is een kleine 10 jaar oud. Het is een wedstrijdboot en die is speciaal ontwikkeld om kernen met elkaar te verbinden door middel van het samen bouwen en daarna samen wedstrijd roeien. Ja, dat is ook precies wat we hier doen. We zitten natuurlijk midden in een watergebied. En uiteindelijk zijn wij op die manier ook met het roeien als watersportvereniging Woudrichem in aanraking gekomen. Is het allemaal op skifjes of ook andere vaartuigen? Het zijn allemaal op dezelfde boten. En dit is 2016. En aanstaande zomer gaan we weer met onze ploeg. Gaan we ook mee doen?